ken Walid al een aantal jaren van het zaalvoetbal. Ik denk dat dat toch wel zeker 10 jaar is. Ik heb zelf met Walid nog gevoetbald bij FC Eindhoven. En jaren bij het Nederlands team. En daarnaast heb ik nog een paar keer de kamer moeten delen bij het Nederlands team. Met de interlands en trainingstages, dus zo goed ken ik het. Wat is fijner, tegen hem voetballen of met hem voetballen? Met hem voetballen. Waarom? Ja, omdat hij gewoon een hele lastige verdediger is. En is bijna niet te passeren. Dus fel in de duels. You got blood on your face, a big disgrace, waving your banner all over the place. Een sterke punt, zijn linkerbeen sowieso. Hij heeft een heel goed schot. We gaan zo meteen panna doen. Hij zegt, ja, ik ben een verdediger. Hij is een aanvaller, dus het wordt voor hem veel makkelijker. Klopt dat? Ene kant wel, maar andere kant, hij is tactisch ook slim, dus hij zal zijn benen wel dicht houden. Panna voetbal is niet echt iets voor mij. Maar morgen kun je dit rechtzetten. Ja, zeker weten. En jij ook natuurlijk, want jullie staan 1-0 achter. Precies, en wij moeten. Dus wij zullen ook volle bak gaan.